Hallo, als neuronoom, iemand die zich wil richten op de in principe in overvloed aanwezige levensenergie in de mens zelf. Iemand die zich tegenover of naast een econoom wil plaatsen. Dat is iemand die zich richt op het geld. En hij gaat in principe uit van schaarste. Hij probeert daar allerlei systemen rondom in te richten. Ik wil me dus richten op het stroom van levensenergie. Als neuronoom is een van mijn belangrijkste doelstellingen op de langere termijn dat we toe gaan groeien naar een cultuur waarin ieder mens is uniek, waarin ieder mens zijn eigen neurale gebruiksaanwijzing mag gaan ontdekken. Want we zijn niet gelijk geschapen, we zijn allemaal anders geschapen. We hebben 21 aparte zintuigen die gewoon op een unieke manier zijn afgestemd. Gisteren heb ik een blog gemaakt over autisten, dit aan de hand van een reportage uit de Volkskrant. En terwijl ik daar zo mee bezig was, nou maak ik even een bruggetje, moest ik heel sterk aan iemand denken die al een paar jaar lang zo af en toe in mijn leven verschijnt, omdat ik haar ken vanuit het hoogbegaafden circuit. En ik zal het verder vaag houden, maar zo af en toe hebben we even contact met elkaar en wordt er wat lief en leed gedeeld. Ik ga het hebben over het ontdekken van je neurale gebruiksaanwijzing. Ik was dus bezig met die reportage en het verklaren van die reportage uit de Volkskrant en mijn visie een beetje geven over autisten en inzetbaar zijn. Toen kreeg ik ineens het gevoel dat dat misschien ook wel een beetje op haar van toepassing zou kunnen zijn. Dus we gingen al uit van een vleug hoogsensitiviteit. Een vleug hoogbegaafdheid, een vleug beelddenken, een enorme gevoeligheid en in haar geval ook een sterk verlangen om vrouw te kunnen zijn. Maar ineens zag ik iets doorschemeren uit de algemene lijn van die autisten en dat had te maken met het op het moment dat je tot jezelf probeert te komen, dat er dan een soort blinde vlek ontstaat. In de reportages ging het om een pianiste die haar eigen kleur moest gaan ontdekken en dat maar niet kon doen. En het ging om een kunstenares, iemand die heel goed kon tekenen, die haar eigen stijl moest gaan ontdekken op de kunstacademie en daar ook maar niet toe kwam, omdat ze niet tot zichzelf kon komen. Dat was een soort blinde vlek. En toen moest ik ook ineens aan mijn eigen kennis denken. Dus toen heb ik heel voorzichtig eigenlijk gezegd van joh, ik heb er even gebeld van, ik heb hier iets en misschien is dat ook wel weer een stukje van jouw neurale gebruiksaanwijzing. Sla me niet voor mijn bek, maar ik mail het je even en het heeft te maken met autisme. Nou, dat is gebeurd en daarna heeft ze me teruggebeld en hebben we nog weer een beetje over het een en ander gepraat. En waarschijnlijk is dit toch ook weer een klein stukje van haar eigen gebruiksaanwijzing wat ze gisteren weer wat beter heeft leren kennen, omdat ook bij haar, dan niet op het vlak van zelfexpressie in de kunst of zelfexpressie met een muziekinstrument, maar zelfexpressie in relaties, dat het dan ineens vastsloeg, omdat ze ineens dan niet meer wist hoe ze verder kon gaan. Dus ook bij haar, terwijl we al ervan uitgingen dat er een deel hoogbegaafdheid in zat, een deel hoogsensitiviteit, beelddenken, dyslexie speelde een rol, kwam er nu ook een stukje autisme om de hoek kijken. En dat proces wat we vandaag hebben doorlopen samen, is misschien ook weer een stapje dichter bij het ontdekken van haar eigen neurale gebruiksaanwijzing. Daarom hou ik daar ook een apart blok over, want dat is eigenlijk wat ik iedereen toewens. Dat iedereen zijn eigen kleur van binnen, zijn eigen unieke kleur van binnen mag gaan ontdekken. Want het leidt tot zoveel onbegrip en vertwijfeling soms. En niet kunnen thuiskomen in jezelf. Terwijl het zo fijn zou kunnen zijn als dat wel zo is. Ik hoop dat dat echt in de toekomst en dat ik daarin een verschil mag maken, voor veel en veel en veel meer mensen binnen bereik mag komen. Want het ken uzelf is het meest kostbare wat er eigenlijk is, hè. Het af kunnen leggen van de weg van je hoofd naar je hart. Dus naar binnen toe. Dat je thuis kan komen en dan van daaruit weer helemaal naar buiten kan gaan stromen.
even een belevenis van vandaag. Maar eigenlijk is het het meest wezenlijke van alles. Want ik kan wel een beetje de intellectueel rondhangen en zeggen dat ik van alles nog wat weet. Maar het heeft pas geldingskracht op het moment dat het iemand in zijn hart raakt en die daar weer mee verder komt in zijn leven. En dit zou wel eens ook weer zo'n stap kunnen zijn bij iemand. Een stapje wat toch weer iemand een stuk rust brengt. Van, hè, als dan die blinde vlek er is op het gebied van, als je in een relatie met iemand bent, van shit, ik weet even niet waar ik het zelf mee kan zoeken. En je weet dan na vandaag dat het misschien een stukje is, een stukje autisme is. En dat het helemaal oké is. En dat er nog veel meer mensen zijn op dat vlak die dat ook hebben. Ja, dan kan je het een plek geven. Dan vind je jezelf niet meer gek. En dan krijg je net iets andere mindset. Gedeelde smart is halve smart, hè? Of ga je gelijkgestemde zielen opzoeken en dan kan je er smakelijk om lachen. Dus dit wou ik toch even jullie aanreiken voor vandaag.